De Surinaams-Nederlandse contrabassist en componist Pablo Nahar is op 2 oktober 2024 op 72-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Nahar overleed onverwachts op het moment dat hij zich voorbereidde om naar Suriname te vliegen. Nahar was een belangrijke figuur in de Surinaamse jazzwereld. Hij leidde het Pablo Nahar Quartet en was medeoprichter van het Suriname Music Ensemble in 1981. Hij werd ook gezien als een van de pioniers in de Paramaribop. Deze fusie van Amerikaanse bebop met Surinaamse ritmes heeft een blijvende invloed gehad op de jazzscène in Suriname en Nederland. Nahar was ook betrokken bij het Conservatorium van Suriname, waar hij in de jaren 2010 les gaf, en had een actieve rol in verschillende muzikale projecten in zowel Nederland als Suriname. Zijn laatste grote optreden vond plaats tijdens het North Sea Jazz Festival in juli, waar hij samen met bekende muzici optrad. Met zijn overlijden verliest de Surinaamse jazz een iconische figuur die een onschatbare bijdrage heeft geleverd aan de muziekcultuur in de regio.